Van harte welkom, dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis met vandaag de gast Tom van Oostrom. Hij is de fractievoorzitter van het CDA hier in Tiel. Tom, van harte welkom. We hebben onlangs de perspectiefnota gehad. Daarin wordt eigenlijk gekeken naar wat hebben we nog over? Ja, wat kunnen we nog gaan doen met het geld wat er is? En een van die mooie punten dat is binnengehaald, met name door het CDA, is het kunstgrasveld in Waddenooijen. Ja. Laten we maar met de deur in huis vallen. Ja, daar zijn we natuurlijk ook heel erg blij mee. Verleden jaar hadden we dat ook graag gewild. Want de voetbalclub heeft echt die grasvelden nodig. Het is een veld om te spelen en een veld om te oefenen. Anderhalf veld bij elkaar. Maar toen was er niet de financiële mogelijkheden op dat moment. En toen hebben we wel gezegd van nou, we houden de club goed vast. Dus we zorgen wel dat we in beeld blijven met elkaar bij elkaar. Dat is ook gebeurd het afgelopen jaar, denk ik. En uiteindelijk hebben we nu in deze perspectievennota wel de gelden gevonden om dat gasveld aan te leggen in Waddenooijen. Voor de club natuurlijk fantastisch, maar er zijn ook negatieve geluiden. Die zeggen van nou, dat sportbeleid in Tiel slaat helemaal nergens op. Daar zou eens goed naar gekeken moeten worden, want het is nu zo van nou, degene die het hardst schreeuwt, die het eerste maalt. Of die de beste lobby heeft, nee. En dat is eigenlijk al jaren aan de gang. Hoe zie jij dat? Nou, daar ben ik het niet mee eens. Er is een sportbeleid, dus dat is denk ik goed een jaar geleden vastgesteld. Daarin staat ook welke clubs op welke momenten bijvoorbeeld kunstgrasvelden kunnen verwachten of onderhoud gepleegd kan worden. Nou, met het idee hè, wat her en der geroepen wordt van laten we nou alles eens clusteren. Ja. Bijvoorbeeld Mark Paulus, ex-voorzitter van Teole, die zegt bijvoorbeeld, nou je hebt TEC, je hebt Teole, stop nou eens met het denken van twee clubs. En natuurlijk zijn er oude sentimenten. Helemaal niet het idee om ze bij elkaar te schuiven. Maar bijvoorbeeld sportpark De Lok, waar TEC nu zit, weg daar. En maak daar nou eens een groot complex van. Daar staat al een groot veld. Ja. Of daar zijn veel velden. Er is een sporthal. Zet daar bijvoorbeeld ook het zwembad bij. Ja. Nou, voor een groot deel is dat natuurlijk des clubs. Hè. De clubs bepalen natuurlijk zelf met wie ze willen samenwerken. Dat is één. Het idee daarachter was, dan is het uiteindelijk allemaal goedkoper ook in Ja, nou, misschien is dat ook wel zo. Maar goed, net werd ik al zei, het is des clubs wat ze zelf daarin willen. Wat je wel ziet is dat de ontwikkeling toch is dat clubs met onderhoud betreft ook heel veel zelf willen en gaan doen, ook in de komende tijd. Daar gaan we ook het beleid op afstemmen. Hè, tot meer zelfwerkzaamheid bij de clubs. Daardoor kun je ook goedkoper werken. En of dat uiteindelijk leidt tot voetbalclubs die samen willen gaan, ja, dat vinden wij als politiek niet verkeerd op zich. Laat je aan de dat laten over. We echt aan de club zelfs over, ja. Heeft dat te maken met, zeg maar, burgerparticipatie, hè, waar we de mond vol van hebben in de politiek? Nou ja, niet kijk, in het heel, maar overal. Ja, nou, dat is wel iets, ja. Dat is wel een punt waar we echt ook de komende tijd echt nog veel harder aan moeten werken. Wij als CDA vinden ook dat we dat nog helemaal niet goed doen. Ook politiek doet het nog niet goed. Waarom vinden jullie dat? Nou ja, als je bijvoorbeeld kijkt, was laatst een initiatief om zonnepanelen op sporthallen te leggen. Nou ja, dan merk je ook dat heel veel politieke partijen in een soort fase komen erin zeggen, ja, dat moet allemaal juridisch heel goed vastgeketend worden. Dat was heel opvallend, hè? Met name GroenLinks was fel tegenstander. Ja, GroenLinks en Partij van de Arbeid was dat ook. En wij zeggen vooral van ja, laten we nou proberen nog gewoon initiatieven eens een keer te laten gebeuren. Hoe staat het er trouwens mee? Want die stichting Solar, het laatste wat ik weet, is dat ze aangegeven hebben van nou, wij geven ons portie maar een fikkie. We doen het niet meer. Nou, ik geloof dat er momenteel een gesprek nu plaatsvindt tussen die club om te kijken of er nog wat, of je eventueel nog verder kan met elkaar. De laatste nieuws weet ik daar ook niet precies over. Maar het gaat erom, van, geef je elkaar nu eindelijk het vertrouwen? Wil je nou gewoon dingen proberen? Mm-hmm. Soms mogen dingen ook gewoon niet goed gaan, hè? Want dat is ook burgerparticipatie. Niet alles gaat goed. Maar laat het gewoon eens een keer gebeuren. Ja. En het is echt een trend die we niet meer kunnen stoppen. En ik denk dat de politiek in Tiel maar moet wennen dat dit echt gewoon gaat gebeuren. Inwoners willen gewoon ook veel meer zelf de regie voeren. Het heeft niet altijd met geld te maken. Het is ook gewoon dat inwoners zelf ook zeggen van ja, wij kunnen wat, willen er ook energie en tijd in stoppen. En daardoor zal een politiek misschien veel meer ook facilitair moeten zijn. En veel minder de club die alles bepaalt. En zo is het eigenlijk ook altijd al geweest. Hè? In Tiel bedoelt u? Nou, gewoon in het hele land. We pakken het zelf aan. Nou ja, kijk, in plaats van bellen. Vroeger denk ik was het vooral, u roept en wij aan de gemeente moeten maar leveren. Dat is wel een beetje geweest, denk ik. Mm-hmm. Maar die tijd hebben we al achter ons gelaten, ja. Nou, en op zich is daar niks mis mee. Ik denk niet dat het verkeerd is. Burgerparticipatie, als het gaat bijvoorbeeld om gezondheid, dan hebben we hier natuurlijk een fantastisch initiatief. Service. Thuiswonen. Ja. Wat vind je daarvan? Nou, ik denk dat zijn allemaal hele goede ideeën ook, en dat werkt ook gewoon.
Als je het heel dicht bij mensen organiseert en de mensen zelf ook verantwoordelijk worden, dan... Komt dat zulke instanties sneller kunnen handelen en ook daardoor dichter bij die burger staan? Ik denk het wel. Ik denk dat dat de kern is, ja. En omdat je er heel dicht op zit, weet je ook waar de behoeftes liggen. Ja. Laten we eens een voorbeeld noemen die wij zelf als CDA als idee hebben. Je weet denk ik dat wij elk jaar een jaarthema hebben. Mm-hmm. En we zouden het nou heel mooi vinden bijvoorbeeld om eens wat te doen aan dat Tiel wat schoner wordt. Als we gewoon om ons heen kijken, je loopt gewoon willekeurig de stad in, dan is het eigenlijk gewoon een grote puinhoop her en der. Ja, daarover gesproken... Vroeger lag dat nog bij de gemeente, nu is dat tegenwoordig de AVRI. Ja. Die hele transitie heeft aardig wat geld gekost en het zou eigenlijk geld gaan besparen. Ja. Hoe zit dat? Nou, ik denk ook dat op termijn dat zo is. Kijk, je moet natuurlijk in de beginfase moet je op elkaar wat ook vinden en wat dingen afregelen. Mm-hmm. Maar terug te komen op mijn verhaal. Kijk, nou, ik wou nog even daarbij bij dat AVRI-verhaal houden. Dat zou in eerste instantie zou dat allemaal gedekt kunnen worden. Uiteindelijk is er 1,2 of 1,3 miljoen is erbij gemoeten. Dat zijn toch wel zeer behoorlijke bedragen. Nou, de bedragen zijn een stuk lager dan juist je nu noemt, zullen we zeggen. Vertel eens dan. Ik denk dat dat, volgens mij was dat rond de 7 ton. Maar uiteindelijk zal dat wel, opleveren dat wij dat goedkoper kunnen dan we het gedaan hebben. En dan denk je over tientallen jaren, waar zit dan de besparing in? Nou, de besparing is dat het efficiënter gebeurt, kan gebeuren. Maar we hebben dat betreft qua start niet zoveel, het bleek toch dat... De mensen die dat moesten uitvoeren niet helemaal de achtergrond hadden om dat helemaal te doen zoals we dat zouden willen doen. Hè, want het moet wel een kwaliteitsniveau hebben. Okay. En dat heeft al met al toch nog wel wat opstartproblemen opgeleverd. En dat heeft ook geld gekost. Maar we zijn overtuigd dat dat goed gaat komen. Die besparingen die er hebben plaatsgevonden, zijn die ambitieus geweest? Want je hebt ook namelijk ook nog het verhaal het piept en het kraakt, het ambtenaarapparaat. Ja, het is wel ambitieus, maar het is wel waar we heen moeten. Hè? Want je kan het geld maar één keer uitgeven. En je moet het toch op een andere manier inrichten. Want anders is er geen geld meer voor de ontwikkelingen die wij in de stad ook graag zien. Ja. Dat die doorgaan. Dus je moet ook op bepaalde momenten, moet je op bepaalde plekken goedkoop en efficiënter werken. Dus een goedkeurend iets... dat het zo is aangepakt als het gaat om dat denk ik wel, ja. Maar het gaat nooit vanzelf. Ook de gemeente heeft natuurlijk heel veel minder mensen. En daardoor piept en kraakt het. Dat is ook zo. Nou, piepen en kraken mag, zolang dat niet te veel geld kost. Ja, maar uiteindelijk heeft het wel tot het doel dat het efficiënter is. En dat er minder mensen werken, dat we door minder geld uitgeven. En daardoor kunnen we ook mooiere dingen voor onze eigen inwoners doen. En die transitie gaat goed? Die transitie gaat zeker zoals we dat verwachten. Maar het ziekteverzuim gaat zo hoog. Maar we zijn er nog niet. Dus nee, precies. Het is wel iets waar je aan moet blijven werken. Ja. Dus, even terugkomend op Schone Tiel. Jaarthema, wordt dat wellicht voor volgend jaar? Nou, de jaarthema bepaalt niet alleen het CDA natuurlijk. Dat bepalen we met elkaar als raadsleden. Maar wij zouden het wel goed vinden om bijvoorbeeld het jaarthema Schone Tiel te introduceren. Omdat wij vinden dat naast wat de AVRI moet doen en wat we als gemeente zelf moeten doen, ook de inwoners absoluut een taak hebben daarin. Van je eigen buurt schoonhouden. Dat kan je doen met scholen. Er is ook allerlei initiatieven vinden al plaatsen. Waar wij nu hier zitten, weet ik dat er iemand is die elke dag met een zak en een prikstok de boel schoonhoudt. Dan zeg ik niet dat Ile Tielenaar dat moet doen. Nee. Maar het kan wel een stukje bewustwording. En dat eigenlijk een schone omgeving ook iets is van de inwoners zelf. Bij wijze van spreken, stel dat je met elkaar maar zou regelen dat we één keer per week de randen in de stoepen worden geveegd. Ja. En dat we op die dag met z'n allen even eigen stoepje schoonmaken met een bezem en dan in die grote vegen. En daar is niks mis mee natuurlijk. Precies, dat zijn allemaal niet hele grote dingen. En we zouden het fijn vinden, denk ik, ook goed vinden voor Tiel, om daar de komend jaar met elkaar als verliepingen aan de slag te gaan. Ik denk ook dat het echt nodig is, want het is echt op sommige plekken echt een smerige puinhoop. Nou, om het maar zo plat te zeggen. Een oplossing daarvoor is dus. En dan ook weer een mooi voorbeeld uiteindelijk van die burgerparticipatie. Dat zou een burgerparticipatie. En dat neemt niet weg dat de gemeente ook haar verantwoordelijkheid heeft. Hè? Maar je moet het wel met elkaar doen. Ik denk ook dat dat een beetje het CDA-geluid is van proberen dingen met elkaar op te lossen. Mm-hmm. Voorafgaand aan die perspectievennota, die vergadering werd er gesproken over de asielzoekers. Een hot issue in de landen, ook in Tiel natuurlijk. Het standpunt van het CDA. Die was helder naar mijn inzien. Het CDA is voor humane opvang, maar niet ongelimiteerd.
Nee, er werd nu bijvoorbeeld gesproken over minimaal 300. Ja, wij zeggen maximaal. Kunnen er ook 10.000 zijn? Ja, precies, dat is het. Ja, dat is dan het laatste, zal het natuurlijk niet zo zijn. Nee, ik zeg dat is één verhaal, dat wij zeggen maximaal 300. We zeggen ook dat je dat ook met elkaar moet zien in te vullen. Dus ook de inwoners moeten daarbij een stem hebben, een rol hebben. Nou, die inwoners, 9 van de 10, die zeggen van we willen het. Nou, 9 van de 10 is niet zo. Laatst heeft 8 van de 10 dan. Nou, dat is niet, ook zelfs dat niet zo, want het is een centraal bureau, centraal planbureau, dat is heeft laatst onderzoek gehouden. En dat blijkt toch onder Nederlanders best, als het op kleinschalig gebied gaat, dat er daar best steun is voor opvang. Want mensen vinden ook wel dat je ook niet je deur kan sluiten voor de vluchtelingen. Dus je hebt ook daar ook een menselijke taak in. Mm-hmm. Maar grote asielcentra, waar 300, 400, 500, 600 mensen zitten, of nog veel meer, daar hebben mensen veel moeite mee. En daar hebben wij ook moeite mee. Nou zeg je juist dat COA, kleinschalige opvang willen we niet. We willen eigenlijk groot. Nou, het COA die is al van, geloof ik, 1500 inmiddels naar 300 gezakt. Dus die begint ook langzaam zeker in te zien dat... Maar goed, we praten nog steeds over minimaal 300. Ja, maar wij zeggen maximaal 300. Eigenlijk zeggen we, we zouden die 300 ook graag opgedeeld willen zien in nog kleinere locaties. Dat kan soms in bepaalde plekken in de stad. Dat moet je met inwoners samen proberen goede locaties voor te vinden. En maar dat is ook wel het maximaal. Grotere plaatsen, dat is natuurlijk ook nog eens een keer lastig. Hè? Grotere gebouwen om die mensen te kunnen plaatsen. Nou, kijk, we gaan het nu regionaal aanvliegen. Dus in de regio wordt gekeken, waar kan dat? Als je dat zou, een inwonersaantal bekijken, dan zou Tiel ongeveer 200 moeten opvangen. Wij zeggen al van, we zijn een centrumstad, regiostad, dus iets meer verantwoordelijkheid willen we best nemen. Maar daar vinden wij als CDA ook echt van 300 is echt de limit. Want je moet ook proberen dat het past in een stad. Je kan alles wat willen. Je kan maar een grote AZC van een 1500... Nou, aan de andere kant, het zijn regels die opgelegd worden vanuit het Rijk. Dus je hebt ook niet zo heel veel te willen. Nou, in zoverre. Als gemeenteraad. Nou, dat vind ik wel. Wij kunnen als CDA of als gemeenteraad zeggen van... wij vinden 300, dat is ook het minimum van de COA. Daar gaan we vanuit. Dat willen we, dat kunnen we waarschijnlijk in de stad. Dat moeten we met elkaar nog zien te regelen. Hè, want we zijn er nog lang niet, hè. Ik zou het echt heel dom vinden van Tils politiek om te zeggen van we zetten er maar ergens wat neer en laat die inwoners, je moet het maar bekijken van wat er allemaal gaat gebeuren. Nee, dan moet je echt met elkaar zien te regelen. Dus actief betrekken. Heel actief, goed communiceren, hoe dan precies en hoe gaan we het met de scholen regelen, hoe doen we het met gezondheid regelen, hoe regelen we met de regio als gemeente onderling. Als ze er eenmaal zijn, dan moet je er ook wat mee. Precies, het zijn mensen, hè? Dus je moet zorgen dat je heel goed met mensen omgaat. Dat is ook de belangrijkste reden dat wij ook geen grote opvang willen, omdat we het onmenselijk vinden. Dat is de reden. Dat is de belangrijkste reden voor ons. En plus dat we ook vinden dat het ook in een stad moet passen. Dus je moet het met elkaar zien te regelen. En als dat de grote groepen worden, dan organiseer je ook een beetje een tegengewicht wat je eigenlijk niet zou willen. Ja. En het lijkt me ook vreselijk als je vluchtelingen bent en je weet dat je absoluut niet welkom bent. Dus dat moet je ook heel goed in de gaten houden. Dus proberen echt die menselijke maat te zoeken. En vandaar ook... Vandaar ook gezegd 300 en niet meer. Daar zijn we heel helder in geweest. Ja. Kijk, anders, VVD is ook helder geweest. Die heeft gezegd van we willen het helemaal niet. Dat gaat ons veel te ver. Want je hebt wel je verantwoordelijkheid. Die mensen zijn er gewoon. Dus je kan niet zeggen van ga maar op straat lopen. Dat gaat gewoon niet. Dus we hebben wel gezegd, we willen wel die menselijke maat vasthouden. Mm-hmm. En dan is 300 denk ik al heel mooi als je 200 eigenlijk zou moeten als gemeente. Het CDA is alweer een aardig stukje op weg in deze raad. Hoe loopt het in de fractie? Ik denk dat het in de fractie goed loopt. We hebben eigenlijk al jarenlang een hele goede verstandhouding met elkaar. Posities worden ook weer ingenomen. Ja, kijk, we gaan richting die nieuwe verkiezingen. Ja, dat is altijd zo. Welke partij ook de onze... Je hebt aangegeven om je kandidaat te willen stellen als wethouder, als de kans zich daar voordeed. Maar nog steeds is Henk Driessen wethouder namens het CDA. Zeker. Hoe ontwikkelt zich dat? Ik weet niet precies hoe je de vraag bedoelt, maar... Kan het, zeg maar, wat je toen vond, is dat nog steeds zo? Of heb je zoiets van... Kijk, het speelt nu nog niet. Hè? Voor de verkiezingen heb je ongeveer een jaar voor de verkiezingen wordt dat... Zoals volgend jaar zomer. Ja, dan begint dat gesprek te worden. Maar dat betekent nu dat er al wel plaatsen in de stoelen dansen. Ik denk dat... Ja, natuurlijk. Stoelen bij andere partijen. Nou, stoelendans is natuurlijk vind ik een beetje wat zwaar uitgedrukt. Maar natuurlijk... weten we best met van elkaar wat iedereen zijn ideeën daarbij zijn. Mm-hmm. Maar we willen echt pas met elkaar die discussie aangaan als dat de tijd rijp voor is. Kijk, Henk Driessen, onze wethouder, die doet dat prima op dit moment. Die heeft lastige dossiers, wil ik ook bijzeggen.
Met name op sociale domein. Dus hij heeft het soms best lastig als wethouder. Krijgt ook onze volledige steun. En als Henk nou zegt van ook nog wel een periode, dan blijf jij al in de wachtkamer zitten. Nou, dan is dan dat is maar de vraag. Dat gaan we met elkaar dan bespreken. Van waarom moet hij dan een extra periode? En wat zijn daar de gedachtes bij? En dan gaan we dat wegen en dan komt daar iets uit. Hoe denkt de rest van de fractie daarover? Wat daarover gesproken, dat bedoel ik eigenlijk te zeggen? Er wordt wel eens wat gesproken, maar niet dat we er nou dagelijks mee bezig zijn. Nee. Het is echt, we proberen echt de Tielse politiek als centraal te stellen. En de dingen die we in de stad willen. En de poppetjes die erbij komen. Natuurlijk moet je daar nu naar kijken ook. Want sommige poppetjes, je wilt ook meer poppetjes hebben. Je wilt toch dat ook meer mensen bij je partij aangesloten worden. Dat je ook de goede mensen straks hebt in de raad, in de commissies. Dat is denk ik veel meer de discussie dan wie uiteindelijk de opperhoofdman wordt, zullen we zeggen. Ja. En uiteindelijk kunnen we concluderen, het gaat goed met Tiel, hè? Nou, wat ik wel heb, en ik weet niet hoe onze inwoners... Ik weet wel een beetje hoe onze inwoners naar kijken, maar... wat wij allemaal de laatste jaren hebben gedaan, wat we nog mee bezig zijn. We gaan bijvoorbeeld die havengebied nu echt aanpakken. We gaan de komende jaren de Waalplaat opnieuw inrichten. Over een goed jaar is natuurlijk best luisteren de poorten dan, klaar. Hoe kijk je dan bijvoorbeeld aan tegen Fluvia Tiel rondom het vijverterrein? Daar is dat vind ik ontzettend jammer dat dat eindelijk niet... Ja, daar is van niet bekend geworden dat Reuvers deelgebied 2 blijft zitten. Ja. Waar die zit met zijn bedrijf. Dat vind ik jammer. Ja. Dat vindt het CDA jammer. Is er nou echt geen weg geweest om dat op de een of andere manier vlot te trekken? Nou, blijkbaar niet. Laat ik het maar zo zeggen. Ik vind dat heel erg jammer, want we hadden graag gezien dat dat wel had gelukt. Want dan had je echt Tiel Oost echt mooi af kunnen maken. Nou goed, de raad heeft besloten om er niet meer geld in te stoppen. Zijn er nu nog andere mogelijkheden? Ik zeg nooit nooit. Ik zou ook zelf altijd graag het gesprek open willen houden. Omdat, er kunnen ontwikkelingen mee zijn waarin we dan zeggen van, nou, misschien op dat vlak weer wel. Dus ook dat biedt meer perspectieven? Wat ons betreft altijd. Wij gooien niet de deur dicht. Nee, dat is absoluut helder. Tom, we kunnen nog uren doorpraten, zoals altijd. Gaan we niet doen. Ik nodig je graag later in het jaar nog eens een keer uit om over het een en ander te komen praten. Ik ben graag aanwezig hier. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. Natuurlijk zijn we er de volgende keer weer, dan met burgemeester Beenakker. We praten dan over allerlei Tielse zaken. Graag tot dan.